dag is het vandaag? Oranje dag. Brent, oranje dag. Oranje dag. Hoe heet de oranje dag? Donderdag. Donderdag, goed zo. Op donderdag zie ik Brent. Goedemorgen. Ik zie Jordi. Nee, waar is Jordi? Bij juffrouw Goni. Bij juffrouw Goni. En op donderdag zie ik Mark. Goedemorgen. Op donderdag zie ik Stijn. Goedemorgen. Op donderdag zie ik Sven. Goedemorgen. Hoi Sven. Maar zwaaien. Hoi Neo. Doe maar zwaaien. Ah, ik ben smeer. Communiceren is voor velen vanzelfsprekend. Maar voor kinderen met een autisme-spectrumstoornis is dat niet het geval. Lars mag ketting maken. Ketting maken. Dit is Lars. Hij is 3 jaar. Hij heeft vaker kralen geregen, maar waarom doet hij het nu niet? Lars ketting maken. Mama. Ga je maken? Op mama. Ja, we gaan ketting maken. Op mama. Ik wil ook niet ketting maken. Ja, ketting maken. Nee, ik wil ook vies. Nee, ketting is niet vies. Ketting op maken. Mama. Wil hij geen kralen rijgen? Of begrijpt hij niet wat er van hem wordt verwacht? Is het onwil of onmacht? Kinderen met een autisme-spectrumstoornis hebben problemen op het gebied van de sociale interactie en de communicatie. Zij hebben een beperkte belangstelling en eenzijdige activiteiten. Een autisme-spectrumstoornis openbaart zich in de eerste 3 levensjaren van een kind. Men neemt aan dat er sprake is van een stoornis in het functioneren van de hersenen. De precieze oorzaak hiervan is nog onbekend. Autisme-spectrumstoornissen komen voor op alle niveaus van verstandelijk functioneren en zijn niet direct te zien. Kinderen met een normale ontwikkeling verwerven taal spelenderwijs. Kinderen met een autisme-spectrumstoornis hebben vaak problemen met de taalontwikkeling en met het gebruik van de taal als communicatiemiddel. Dit is Tessa met haar moeder. Tessa is 6 jaar. Is toch in nood? Is van sneeuwpop? Ik heb wel het idee, ik kan heel goed met haar praten. Zij heeft gewoon eigenlijk 1 grote handicap. Dat klinkt heel raar, maar dat is dat ze goed praat. Want ze wordt vaak veel hoger ingeschat dan dat ze in werkelijkheid is. En dat is wel eens heel moeilijk, want je merkt het van de buitenwereld. De buitenwereld met name, die als die Tessa zien, dan zeggen ze van... Ja, maar ik zie niks aan mijn kind, dat kind markeert toch niks? Ik zo van, nou ja, het zal wel meevallen, maar dat is het dus niet. En die onmacht met praten, die heb ik niet zozeer met hem, maar wel denk ik, als ik dat zie bij een ander, als een ander met haar communiceert, dan zie ik dat ze vastloopt. Omdat die anders communiceren als ik communiceer. Die gaan of te snel, of ze vragen te moeilijke, ze stellen te moeilijke vragen. En dan merk ik wel zoiets ook iets van, hè, je moet het anders doen, want ze snapt het niet. Of ik moet inspringen van, hè. Dat snapt ze niet. En dat is voor een ander, die ziet dat niet. Omdat ze het lijkt of dat ze gewoon heel goed kan praten, maar terwijl er helemaal niet binnenkomt. Tessa lijkt zich in het volgende gesprekje aardig te kunnen redden. Wanneer je echter goed luistert, merk je dat ze slechts ingaat op 1 detail in het gesprek. Ze geeft er daarbij een andere betekenis aan dan in deze situatie bedoeld wordt. Namelijk de leeftijd van 5 jaar in plaats van het aantal. 5 personen. Ik ben een kind. Als deze slaap is, dan moet je nog een keer proberen. Op de weg, wij gaan lekker boterham eten.
Jordi is 5 jaar en heeft voldoende taal tot zijn beschikking om te zeggen wat hij wil. Boterham met rode worstje. Ik wil eerst boter smeren. Jij mag het aan Josette vragen. Op dit moment kan Jordi niet zelfstandig vragen om zijn rode worstje. Hij heeft daar hulp bij nodig. Jordi, als jij iets wil, mag je het vragen. Deze vraag is voor Jordi te algemeen. De vraag moet nauwkeuriger zijn en precies aangeven wat in deze situatie de bedoeling is. Jordi, als jij iets op je boterham wil, dan mag jij het vragen. Tessa constateert dat er geen prullenbak is, maar ze spreekt niemand gericht aan. Ze plakken aan elkaar, hè? Ja. Kom maar. Ja, chocomel kan omvallen, die zetten we daar. Van jou. En? Of dat vlokken nou bij mij? Vlokken stond bij mij, dat moet toch niet? Ik wil met die zetel op. Ik heb een prullenbak hier. Tegen wie zeg je dat, Tessa? Dan zeg je, Kirsten, we hebben geen prullenbak. Geen prullenbak? Nee, kijk eens, daar is al een prullenbak. We spelen dat dit een prullenbak is. Ja. Dit is Sven. Hij is 4 jaar en praat nog weinig. Voor een kind met een autisme-spectrumstoornis heeft het woord niet altijd de betekenis die je zou verwachten. Deze dode is die kapot? Ja. Voor Sven betekent dood niet alleen dood, maar ook kapot of kwijt. Tessa beseft niet dat een poes ook een dier is. Water drinkt een konijntje. Dan heb jij thuis ook dieren, Dave? Ja, mam. Nee. Nee, heb jij geen dier thuis? Ik ook niet. Ik ben erop. En ik ben thuis ja. Ik vraag het heel even aan Dave. Mag jij zo vertellen, goed? Laat jij eens dood gaan. Er was een hond van ons. Oh, dus dit is er nou niet meer. Nee. Dat is jammer. Maar... Ik heb pas op voor de beker, zet hem hier. Ik heb nog een hond en een paar bestaald. Oh, en hè? Ja, dus misschien krijg je die nog wel een keertje dan. Ja. En jullie hebben wel een dier thuis, Tessa? Heel goed, jullie. Nee, echt niet. Nee, ja, jullie hebben wel een dier thuis, een poes. En wat eet jouw poesje? Melk en brokjes. Dus die eet brokjes en drinkt melk. Met het woord weg werd hier straat bedoeld. Maar voor Lars betekent weg ergens anders. Sven, je mag gaan spelen. En mag even vast kijken. Het letterlijk opvatten van taal leidt tot opvallende misverstanden. Sven doet precies wat gezegd is. Hij kijkt in de kast en daar blijft het bij. Lars, zo meteen drinken? Ja. Deze? Goed zo? Nee. Kijk eens.
Hij raakt gefrustreerd omdat hij niet duidelijk kan maken wat hij wil. En ik raak gefrustreerd omdat ik niet snap wat hij nou eigenlijk wil. Ja, hij kan het niet vertellen. Hij kan niet vertellen van, mama, ik wil een flesje, ik wil geen beker. Dus ja, dan raakt hij gefrustreerd en dan gaat hij lopen gillen. Ik probeer nog duidelijk te zijn als ik met Tessa een gesprek heb of ik wil iets wat Tessa doet. Probeer ik heel duidelijk te zijn. Ik probeer altijd eerst te pakken dat ik er aankijk. Dat ik de contact heb. Dat ik merk van hé, ze kijkt me aan of ze hoort me echt. En dan duidelijk en kort boodschappen te geven. Echt een beetje ook in plaatjes met haar te praten. Want ik merkte dat ze lange zinnen, dat ze dan op een gegeven moment niet meer doet wat ik vraag bijvoorbeeld. Kijk eens. Tessa. Jij mag je boter smeren. Tessa, jij mag je boter smeren. Tessa. Kijk eens naar mij. Jij mag je boter smeren. Ja? Marinda, jij mag je boter smeren. Dave? Voor veel kinderen met een autisme-spectrumstoornis is visuele ondersteuning van de taal door beelden onmisbaar. Omdat gesproken informatie door hen moeilijk wordt verwerkt. Die ondersteuning kan bestaan uit concrete voorwerpen, foto's of afbeeldingen. Voor Sven is het belangrijk dat hij kan zien wat hij kan kiezen. Sven beschikt over weinig taal. Tijdens het eten heeft Sven een aangepaste placemat waarop hij kan aanwijzen wat hij wil eten. Gaan we van jouw kieslijst kiezen. Even zoeken. Vaak wordt er gebruik gemaakt van tekeningen of picto's. Dit zijn sterk vereenvoudigde zwart-wit tekeningen. Waar ga jij mee spelen? Met de auto's. Ja. Als ze thuis kwam en dan wil ze bijvoorbeeld iets drinken. En dan zei ik van Tessa, wat wil je drinken? Dan viel ze bijvoorbeeld op de grond. Dan begon ze te huilen. En ik dacht, doe ik nou in godsnaam verkeerd? Dan weet je dat niet. Totdat je op een gegeven moment of leest of via school hoort dat je de vraag anders moet formuleren. Dus als ik dan vraag bijvoorbeeld Tessa, wil je appelsap? Wil je yoghurt drinken of wil je gewoon water of zo, melk? Dan kan ze kiezen, dan heeft ze een keuze en dan merk je in communicatie dat ze dan wel een antwoord kan geven. Maar als ik vraag van wat wil je drinken, dan kan ze daar vaak geen antwoord op geven. Omdat ze dan die fantasie waarschijnlijk niet heeft van of die kennis van dat en dat, daar kan ik uit kiezen. Je moet echt een keuze voorleggen en dat merk je wel heel sterk en dat merk je met veel dingen. Als je het niet helemaal duidelijk kan maken aan hem, dan probeer je toch wel een beetje met gebaren en picto's natuurlijk om dingen duidelijk te maken. Als Lars aan tafel moet zitten en hij zit druk te spelen hier en hij hoort het niet of het komt niet aan. Hij hoort het wel, hij kijkt wel op, maar je ziet dan gewoon meteen aan zijn blik dat het niet aankomt. Dan pak je een picto van een tafel en dan leg je dat voor zijn neus neer van een tafel en een picto met een bord, mes en vork. Zodat hij weet van, oh, ik moet aan tafel komen eten. En dan gaat hij aan tafel zitten om te eten. Dat soort dingen. Zo regel je dat een beetje.
Kijk eens. Wij gaan 1, 2, 3 hapjes nemen. Gaan we. 1, 2, 3. 3 hapjes. Met picto's is ook een hoeveelheid aan te geven. Bij Jordi wordt het aantal te nemen hapjes uitgebeeld. Hij heeft geleerd 1 kaartje per hap om te draaien. Zo is het voor hem op voorhand duidelijk hoeveel happen hij nog moet eten. De 4-jarige Brent speelt tijdens het eten voortdurend met zijn vork. De gesproken opdracht om zijn vork neer te leggen, kan hij moeilijk verwerken. En daardoor komt hij niet tot uitvoering ervan. Er wordt een tekening gemaakt, zodat hij kan zien dat hij zijn vork op die plaats moet neerleggen. Mag je de vork pakken en dan ga je weer een hapje nemen. Goed zo. Stijn is 4 jaar. Het zetten van een wekker helpt bij het verduidelijken van tijdsduur. Het einde van een situatie of activiteit wordt daarmee zichtbaar. En dus voorspelbaar. Stijn luistert. Stijn mag gimmen tot de wekker gaat. Als het wekkertje gaat, mag Stijn naar Isel en Ellen. En nu gimmen. Oké, nu gimmen. Oké. Kijk eens, wekker is gegaan. Gimmen is klaar. Stijn mag naar. Wat ga je doen? Nee. Om te zorgen dat een boodschap begrepen wordt, is het bij Stijn nodig om te zoeken naar de juiste manier van visualisatie of een combinatie van visualisaties. Hij heeft tijd nodig om de informatie te verwerken. Het is dus belangrijk die tijd te geven. Jordi en Ashley gaan klimmen. Stijn mag naar Isel. Dag Stijn. Jij mag naar Isel. Boterham. Ja. Stijn mag eerst Isel, dan boterham. Ellen. Isel. Stijn. Stijn gaat naar Isel. En naar Ellen. Dan boterham eten. Oké. Stijn naar Isel en Ellen. Kijk eens, kijk eens. Dan boterham. En dan boterham. Goed zo. Weg is lang. Daar is Isel. Hey, ja. Waar is Isel? Als ik nu wegga met Jordi, dan heb ik om communicatieproblemen op te lossen altijd een notitieblokje met een pennetje bij. Want bij Jordi hebben we wel het geluk dat eigenlijk gewoon een simpel tekeningetje een probleem al kan oplossen. Als ik echt merk dat hij er gewoon niet uitkomt, dan pak ik een picto. En dan, of je tekent het even, of een beetje gaat paren. En, of je loopt naar iets toe waarvan je denkt dat hij het bedoelt en dan wijs je het aan. En zelf doet hij dat ook wel hoor. Dan pakt hij je bij je hand en dan is het van die. En dan weet je het meestal wel wat hij wil. Maar hij kan niet altijd zo zeggen van, oh, bla bla bla, ik bedoel dit of dat. Nee. Zet het maar daar op de kast. Het communiceren door middel van taal is voor kinderen met een autisme spectrumstoornis niet vanzelfsprekend. Deze kinderen hebben moeite met het verwerven van taal. Maar ook als zij een relatief goede taalontwikkeling hebben, zijn er problemen met communiceren. Zo vallen moeilijkheden op met betekenisgeving,
het verwerken van taal, het richten van een boodschap tot een ander, het ontvangen van boodschappen, zich uiten op een wijze die voor de ander begrijpelijk is, en het rekening houden met de situatie of de gesprekspartner. Als de communicatie niet goed verloopt, leidt dit tot onbegrip of frustraties bij het kind en zijn omgeving. Het kind heeft het idee dat het niet begrepen wordt en de ander begrijpt het kind niet. De omgeving vraagt zich af of er sprake is van onwil of onmacht. Om de communicatie te bevorderen is blijvend aanpassing of ondersteuning van het taalaanbod belangrijk. Zorg voor contact, duidelijk concreet taalaanbod, korte zinnen en voldoende verwerkingstijd. Ondersteun taal met visuele middelen zoals voorwerpen, foto's, picto's of tekeningen, afgestemd op de mogelijkheden van het kind. Dit is voor ieder kind anders en men zal op zoek moeten gaan naar wat in deze situatie past bij dit kind. Om de communicatie met een kind met een autisme-spectrumstoornis goed te laten verlopen, blijft aanpassing of ondersteuning van de communicatie noodzakelijk.